Lydia en Joe. Hallo! Oh, ik dacht het is dinsdag. Ja. We hebben net met onze strikjes hebben we onze danstentamen gedaan. Ja. Het ging best wel goed, denk ik. Let's go for that A. En we zijn nu eerder klaar, echt een uur of eigenlijk anderhalf uur zelfs. Dus treat yourself, we gaan lunchen. Ja. Alle bussen staan hier even vast. Komt er nog een bij? Netjes. Back at it again met de Boston Tea Party. Ik weet dat ik dit al vier keer heb gegeten, maar het is echt heel lekker. En Naomi is met fruit, want die houdt niet van bacon, dus. Nou, ik heb uiteindelijk de hele dag in de Hive gezeten. En Shelley, Daryl en ik gaan nu uit eten. Yay! Daryl is daar al, als het goed is. Het is trouwens 5 uur en kijk hoe donker. Hoe dan? Maar in ieder geval, we gaan even kijken of we via deze campus, via de city campus. Dat ziet er best wel mooi uit. Ja, dat is wel fancy nou. En dan kan ik daarna mooi vanaf hier door naar dansen. Want dan, anders blijf ik op en neer lopen van campus naar campus naar campus naar stad naar dans naar huis. Dus heel erg even tijd besparen. Doordacht van jou, Emmy. I know, right? Ik bedenk me nu dat ik echt gewoon al vanaf 9 uur vanochtend niet thuis ben geweest. En dat ik pas na 9 uur vanavond weer thuis ben. Dus ik ben gewoon langer dan 12 uur ben ik weg geweest thuis. Hopelijk leeft mijn neus nog. Ik ga nu in ieder geval naar dans. En naar dans ga ik denk ik gewoon lekker douchen en slapen. En morgen ben ik vrij, dus morgen kan ik ook lekker gewoon een dagje aan school werken en... Eind van de middag heb ik nog rehearsal voor mijn andere dansassessment. Want eentje heb ik dus vanmorgen afgesloten. Tot morgen! Wij dachten, we gaan een keer op school studeren in plaats van in de Hive. Want ja, daar is ook lekker veel ruimte. Zit heel die ruimte hier vol. We hebben een tafeltje gevonden. Yay! Hier moeten we wel studeren. Aangezien het nu echt al lang geen Halloween meer is en we echt al in november zitten, heb ik in plaats van een Halloween versiering daar, heb ik... Oh. Dus die ga ik nu ophangen. Hey guys! We zitten eindelijk in een normale hoorcollegezaal, wat fijn. Oeh. Looks good. Film this. Film this. Do it again, do it again. Na anderhalf uur hebben we eindelijk eten. Film de Erik, film de Erik. En dat is I. En dat is I. Hallo, hallo. Het is vrijdag en ik heb weekend. En ik ga nu naar Mau, want we hebben al bij honger. En we gaan lekker samen lunchen. Dus dat. En morgen ga ik naar York. Met vanuit school, of ja, ik weet niet of het precies echt vanuit school is gereden, maar in ieder geval vanuit Team International hier op de Unie. En dan gaan we een mooi in 2 dagen tripje doen naar York, dus ik ben echt super benieuwd. Lekker eten! Dan is de eiland Shetland.
En standaard. Expeditie Robinson ritueel met Mau. Wij zijn onderweg naar Shelly. Met onze was. Zo Nederlands ook echt die action. Action. Maar goed, we gaan eens naar Shelly. We gaan eigenlijk een film kijken, maar ik moet ook nog dansen dadelijk. Dus ik kan waarschijnlijk niet eens film kijken, omdat ik jammer, joh. Het eerste uur sowieso weg ben. Dus ik mis eigenlijk heel de vissen. Oh, fietser. Sorry. Geef haar kleren. Dit is echt zielig. Ja, ze heeft gewoon een kniebroek aan. We gaan op schoolreisje, jongens. We zitten achterin. De coole mensen zitten achterin. De cool kids. Maar goed, wij gaan naar York. En het is lekker 8:30 in de vroege zaterdagochtend. Koud. Ja. Maar het is een, ja, je kan het waarschijnlijk. Nee, je kan het niet zien. Maar het regent. We hebben even een pauze. En waar zijn we? Maar we gaan geen eten halen, we gaan gewoon drinken. Ja, we zijn na onze 4 uur durende busreis aangekomen in York. We konden nog niet inchecken, maar we hebben wel onze koffers en zo weg kunnen zetten. En het weer is ons gegund. Hoe zeg je dat? Nou ja, het zonnetje schijnt. Dus het is lekker weer. En zo ongeveer 20 minuutjes lopen naar de stad. En we gaan met z'n allen. Jongens, kijk dan maar even. Shelly heeft nog geen eten. We gaan er dus een ghostwalk doen en dan gaan we gewoon door York lopen langs bepaalde plekken waar het dan zogenaamd haunted is. Want blijkbaar is het een van de meest, ja, meest, hoe heet het, waar het meest spookt. Stad, iets, goede zin. En ja, ze gaan dus bij alle stops gaan ze dan een verhaal vertellen, et cetera. En als je geluk hebt zie je ook nog spook, dus ik ben heel benieuwd. Welkom bij... Oh, ik zie Shelly. In ieder geval, dit is ons kamertje. Het is gewoon echt heel schattig eigenlijk. Daar is Shelly. Ik ben niet scherp, ik weet dat. Nou, die spook toch net was in ieder geval super interessant, super leuk. Of ja, ghost tour was het meer. Die man... Gezet, allemaal. Oh, that's quick. Nou, even nieuw. Die ghost tour was in ieder geval heel interessant. Die man die het vertelde, die kon het zo levendig en enthousiast vertellen. Dus dat was echt super interessant en leuk om naar te luisteren. Jongens, sleepover! Yay!
eindelijk onze sleepover, jongens. Yay! Oh, ik zie er niet uit. Het is niet fijn, dit. Dat gaan we niet doen. Nou, jongens, tot morgen. Hello! Het is zondag. En het is nu ongeveer 9 uur, dus we zijn precies op tijd voor het ontbijt. En hoe hebben jullie geslapen, jongens? Ja, best wel goed. Goed. Drastisch in mijn groene bed. Beter dan in een roze bed. Lekker roeiweertje. Kijk eens even wat we hier dan vinden, jongens. Including de klompen. Hartige pannenkoeken. Uitsmijters. Ik vind het leuk. Ja. Nou jongens, we gaan even een shotje thee doen. Toast. Nou jongens, ik ben weer thuis. Lekker in mijn eigen kamertje. En ik ga nu lekker douchen. En dan, ik denk gewoon lekker in bed liggen en chillen. Dus, bij deze bedank ik jullie voor het kijken. En hopelijk zie ik je volgende week weer met een nieuwe vlog. Doei!